bij deze MBO-editie van Green Magazine. Ik ben Wilfred. Ik ben Jasper. En wij hebben er weer zin in. Elk jaar heeft MBO Bloem een grote show in het voorjaar. Dit jaar was dat passie en talent en het thema was magie. Naast ons op de bank zit Rianne. En Rianne, jij was een van de deelnemers. Ja, dat klopt. Kun je iets vertellen over de avond zelf? Het was een show waarin alle klassen een werkstuk hebben gemaakt. En die moesten presenteren op een catwalk. Oké, op een catwalk zelfs? Ja. Oké. En je droeg zelf dan de bloemstukken op de hand of op de arm? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het ligt er wel aan wat je had gemaakt. Zoals een klas die had ook sleepsels en meedraagsels. Nou ja, daar ligt er net aan hoe je het hebt gemaakt. Maar ook klassen hadden boeketten, dus dat had je wel gewoon in je hand vast. Nu is het thema magie is heel breed. Ja. Dus hoe moet ik dat dan zien? Nou, iedere klas had ook nog weer een eigen thema. Zoals wij hadden paradepaardjes en dan zo was dat nog weer verder uitgewerkt. Oké, en gebruik je dan paarden in je werk of hoe moet ik dat dan? Nee, dat niet. We moesten wel gewoon echt een stuk zijn wat heel erg uitblonk en dat je echt heel goed kon zien dat het een showstuk was. Oké, van deze avond hebben we een compilatie gemaakt en daar gaan we nu naar kijken. De Groene Wellen lijkt donderdagavond wel een hippe nachtclub. Zowel op het podium als daarbuiten komen de bezoekers bijzondere creaties tegen. Ja, het is eigenlijk een soort performance van studenten die hun werk tentoonstellen, maar ook in de vorm van een soort act show aan het groot publiek. Wat leren ze er nou van? Uiteindelijk is het ook een stukje jezelf presenteren voor het publiek. En het vakmanschap, dus het maken van het werk aan zich. En van vakmanschap en talent is zeker sprake. In totaal vallen 16 studenten met hun creaties in de prijzen. Hartelijk gefeliciteerd. Vind je ervan? Ja, dank u wel. Ja, heel leuk. Ik was wel verrast. Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel heel leuk. Waarom heb je gewonnen, denk je? Ah, ik denk omdat ik dan wel goed presteer en dat ze denken dat ik nog wel meer eruit kan halen. Alle studenten zijn voor ons de winnaars. Ze hebben ontzettend goed gepresteerd en waren heel erg gemotiveerd. Maar we hebben eigenlijk mensen aangewezen die wat ons betreft een aanmoedigingsprijs verdienen voor hun werk. Dus net iets extra's hebben gepresteerd dan de anderen. Natuurlijk zijn alle bloemcreaties door het publiek te bekijken. En soms staat de student die het design gemaakt heeft er zelf bij om uitleg te geven. Zowel voor de bezoekers als studenten is de presentatieavond meer dan geslaagd. Ja, het is een leuke ervaring. Je maakt gewoon iets wat jij echt leuk vindt, waar je je passie in kunt stoppen. En dat is leuk als je dat op zo'n show kunt tonen. Zeker, ja. Bij ons op de bank is Bob komen zitten van de opleiding Bloemist. En ik heb gehoord dat jij een hele interessante stage gaat doen. Waar ga je ook weer heen? Ja, binnenkort ga ik naar Dubai toe. Dubai, ik bedoel maar, dat ligt niet naast de deur. Wat ga je daar doen? Ik ga de stage lopen in het Flower Center. En daar komen alle bloemen binnen vanaf het vliegtuig gaan daar naartoe. En dan gaat dat doorgezet worden naar de andere bloemisten. En daar zit ook een bloemenwinkel bij en daar ga ik dan stage lopen. Oké, een Flower Center is dus een soort groothandel, klopt dat? Ja. En hoe lang ga je daarheen? Een maand. Een maand? Nou, ik zou zeggen veel plezier. Ik ben echt super jaloers op jou. Studenten van de opleiding plantenteelt zijn momenteel bezig met een innovatief project genaamd Telen zonder daglicht. Dit project wordt samen opgepakt met handelskwekerij De Buurten. Nou, dit is ons project. Het is gemaakt door leerlingen plantenteelt die in hun laatste jaar zitten. Hier zijn we dus elke maandag mee bezig. Wat je aan deze kant ziet is een proef voor een kwekerij met stek verwortelen onder ledlicht. Dit project is zeer interessant omdat het ook echt in de praktijk gebruikt wordt. We zijn dus niet zomaar voor niks bezig. We doen dus echt wel kennis op waar iets mee gedaan wordt. Dit project is goed voor onze managementvaardigheden. We zijn hier namelijk met een leeg lokaal begonnen en we hebben alles zelf opgebouwd. Er komt dus een stukje planning bij kijken en je moet zelf alles leren inkopen, afspraken maken en ga zo maar door. Hier zitten nieuwe scheutjes aan en dat groeit gewoon lekker door. En zo'n plantje zoals dit, die maakt weinig nieuwe scheutjes en dat zal nooit wat worden. Onlangs was de open dag van het MBO. Op deze open dag hebben oud-studenten van de opleiding veehouderij, Harm en Erwin,
hun ervaringen gedeeld met de bezoekers. Wij gaan nu kijken hoe zij dit gedaan hebben. Nou, ik zou mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Erwin Huizenveld, 24 jaar. Ik kom uit Wenen-Wiesel, vlakbij Apeldoorn. We hebben thuis een bedrijf, 70 melkkoeien en een 5000 biologische legkippen. Ik heb hier op school gezeten in de periode van 2006 tot 2010. Ik heb hier niveau 4 gedaan. Ja, op dit moment ben ik bezig met het afronden van mijn studie aan de CA in Dronten. Ik ben nu nog een scriptie aan het schrijven en hoop dit jaar af te ronden. Wat spreekt mij aan de Groene Wellen? Nou, voornamelijk een praktische benadering. Er wordt veel met stage gewerkt. En ook gewoon de praktische benadering vanuit school spreekt me wel erg aan. Vaak wordt er vanuit school theorie behandeld. En dan in stage wordt het praktisch toegepast. Goedendag, ik ben Harm Last. Ik kom uit Masterbroek. Ik woon inmiddels in Kampen, maar ik zit ook aan de CAH. Ik ben 22 jaar. In vierde jaar, toen kwam ik bij meneer Westenink in de klas. En die ging eens op de hoek van de tafel zitten en zei: wat wil je nu eigenlijk? Wat is je doel? En toen bleek dus eigenlijk dat ik zoiets had van: ja, koeien heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee. Maar toen gingen we dus bezig met ondernemersplan. En daardoor kon ik mijn energie in kwijt. Ja, zelf werk ik op kanalen. Ze hebben kipflaps ontwikkeld. Die gaan gelijk water, dus kunnen de glashalletjes kunnen daardoor binnen. En Roelof en ik gaan monitoren achter de binnenkant, aan de zoekerkant zeg maar. Of er een glashalletje mee naar binnen gaan en die gelijk water is als de kip op. Dus het is een vismigratieonderzoek van zout naar zoekwater. Ja, oké. Okay. Er wordt een vuikje geplaatst. Als de pijlen aan elkaar gelijk zijn, dan kunnen die vissen naar binnen. Als het opkomend vlees is. En vervolgens gaan ze dus kijken met welke vissen dus in die vuiken terechtkomen. Welke soorten, hoe groot ze zijn, welke aantallen. Wat zegt er over de verbinding tussen zout en zoet. Dus het is een heel leuk en ingewikkeld project waar heel veel van kan leren. Daarnaast gaan de HBO-studenten en nog iets bijdoen. Die doen al monitoren via een Alpo. Daar zijn zij het meest verantwoordelijk voor. Zij helpen naar ons bij ons project, zeg maar. Dus die zijn meer verantwoordelijk voor alleen de algen. Wij zijn verantwoordelijk voor de catflaps. Dus er twee van zijn eigen. Naast ons op de bank is Marielle. Hallo. Hallo Marielle. Jij gaat ons weer vertellen van wat er allemaal de komende tijd staat te gebeuren. Ik wil even twee evenementen extra onder aandacht brengen. Dus Kom in de Kas, 5 april. Het VMBO en het MBO zullen dan in Erika, Ens en in de Noordoostpolder laten zien wat het groen onderwijs met het werken in de kas te maken heeft. En op 15 april is het schoolconcours op het KNHS-centrum in Ermelo. En studenten paardenhouderij die verzorgen daar echt een spik en span schoolconcours voor springen en dressuur. En dat is altijd elk jaar een heel groot evenement. Ja, want dat wordt ook door de vierdejaars van paardenhouderij helemaal opgezet. Alles, van de promotie tot het inrichten van het terrein, tot alles dat mensen kunnen springen. Dus de complete organisatie ligt in handen van de studenten. Oké. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Ja, hartstikke bedankt en hopelijk tot de volgende keer.